tijdens mijn onderzoeken naar de dagboeken van Schierbeek ben ik in contact geraakt met de kleindochter van Schierbeek. En die zit hier naast me, Louise. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En Louise, tijdens mijn onderzoek ben ik op iets leuks gestuurd. Ik heb namelijk een brief gevonden in een van de delen die ongeopend is. De vrouw van Schierbeek heeft vastgezeten in de gevangenis. En Bram Schierbeek, jouw opa dus, heeft een brief gestuurd aan zijn vrouw. En die brief gaan we nu bekijken en die mag jij straks open gaan maken. En ik ben ook erg nieuwsgierig wat erin gaat zitten. Heel erg leuk. En die is gericht aan... Vrouw Dr. Schierbeek Tiemersma, arts, Deutsches Polizeigefängnis, Abteilung Vrouwen van Alkemadelaan, Den Haag. En dan staat er nog later bijgeschreven, ongeopend teruggekregen toen A 10 dagen later, uitroepteken, vrij was. En A was dan mijn oma. En, dus hij is inderdaad geschreven toen zij in het Oranje Hotel zat, zeg maar. Ja. Nou, dan maak ik hem dus nu open, ja? Hoor. Mijn handen trillen helemaal. ...28 juni 1943, maandagavond, 9:30 uur, dus 9:30. Liefste vrouwke, zojuist komt het bericht dat je brieven mag ontvangen. En natuurlijk maak ik er direct gebruik van, uitroepteken. Ik hoorde dat je met z'n achter bent en dat je opgewekt was. Dit is een hele troost. Van wie die dat dan heeft gehoord. Ik schreef al een verzoekschrift om je te mogen bezoeken, maar kreeg natuurlijk nog geen antwoord. Ik weet niet waar de textielkaarten zijn. Heb je die in je tas? Veel hartelijke groeten en kussen van je man, Lies, Wim en Piet. Die hebben allemaal zelf... Ik tril nog helemaal, zie je dat? Hoe leuk dit is. Ja, dat moet best wel voor jou Geweldig. Best wel iets betekenen dan. Ja. Wist je dat je opa zijn dagboeken had geschonken aan het Haagse gemeentearchief? Ja, dat wist ik. Ja. Okay. Maar daarmee wist ik ook dat ik het nooit kon gaan lezen natuurlijk. Nee. Want jullie kunnen dat niet meer aan mij. Ze kunnen het niet meer aan mij teruggeven. Nee. En hoe kan je 9 delen ooit... lezen als je hier niet in huis woont of zo. Want hoe lang gaat dit er ook niet? Maar ze gaan het nu scannen. Ze zijn het aan het scannen. Ja, het wordt gedigitaliseerd. Ja. Dus dan kan iedereen het gaan lezen. Ja. Als dat leuk vindt.